Dit is een algemene legging. Voor wie het nodig heeft. Als je een persoonlijke reading wilt aanvragen, kan dat via mijn website. De link vind je in de beschrijving van de video. Schoonmaken. Dat is de voorjaars schoonmaak. Nou, dat is mooi in deze tijd ook, hè? Dat is zo toepasselijk. Dus eigenlijk alle oude dingen eruit en nieuwe energie naar binnen laten. Dingen loslaten, alle laadjes uitmesten, alle laadjes leeghalen, schoonmaken en dan nieuwe spulletjes erin doen eigenlijk. En we hebben metamorfose, dus een transformatie. Is ook hoe het werkt, hè? Als je iets nieuws wilt in je leven, dan is het de bedoeling dat je eerst daar ruimte voor maakt, hè? Dus dan trek je die transformatie aan als het ware. Dus je maakt eerst die laadje, zo'n laadje maak je leeg. En dan ja, komt daar dus iets nieuws in dat laadje. Beker 6. Dus hier komt jouw soulmate naar boven. Hè? Beker 6 is een echt een mooie soulmate kaart. Hier hebben we de keizer. Dan lijkt het erop dat deze persoon, een hoge priesteres, dat deze persoon dus heel erg aan het zoeken is. Hè? En eigenlijk dus die voorjaarsschoonmaak zie ik eigenlijk meer bij die persoon gebeuren. Dus zo te zien is het iemand die verandert. En ik denk dat dat iets heel speciaals is. Want het is niet iemand die graag verandert of makkelijk verandert. Hè? Of makkelijk zegt van nou, ik wil veranderen of ik moet veranderen. Kijk, hier hebben we de keizerin. Dus we hebben de keizer en de keizerin samen. Dus echt een power koppel. Hè? Is dat die heel mooi bij elkaar passen. En de bekers 10 in het midden. Dus jouw ware liefde. Heel mooi in het midden van de legging. Hè? Die bekers 10. En dat is dus een super mooie energie eigenlijk. Om te hebben helemaal in het midden. Want dat heeft een invloed op alles wat er omheen eigenlijk gebeurt. Hè? Iets wat helemaal centraal staat. De bekers 7 hebben we hier liggen. En dus waren de 5 hier. Nou lijkt het erop dat deze persoon dus die transformatie ingaat. Hè? Die metamorfose. Dus de dingen veranderen. Keuzes worden gemaakt. Kijk, die kan zien we die veranderingen komen hè, met de Rad van Fortuin. En de ster. Hele mooie energie zien we hier. Er is heel veel onrust geweest in deze connectie en ook in het leven van deze persoon. En dat kan niet zijn wat zo heel lang zo is. Hè? Ik denk dat het iemand is namelijk die, die dat misschien ook zegt. Hè? Van nou, ik trek die onrust aan of ik ben anders dan andere mensen. Of er gebeurt bij mij altijd wat. Het is altijd wel iets aan de hand.
Het kan iemand zijn die al wat ouder is, hè? Ik zie een beetje zo'n hele volwassen, toch een beetje wat ouderlijke energie hier, hè? Maar wel wijs. Dus iemand die, nou ja, ik zei net al, iemand die veel heeft meegemaakt. En daar ja, eigenlijk heel veel van heeft geleerd. Want dat is natuurlijk wel zo. Als je heel veel meemaakt, ja, dan ben je heb je heel veel ervaring natuurlijk met van alles. Van alles en nog wat. En wat er nu gebeurt, zeg maar, in het leven van deze persoon, van jouw soulmate, is dat er eigenlijk een soort van beweging nu in komt. Hè? Het heeft lang stilgestaan. Ik denk dat heel het leven eigenlijk een beetje stil heeft gestaan van deze persoon. En dat er nu dus een mooie beweging komt, een mooie vooruitgang te zien is, mooie groei. En dat nu dus die dingen gaan gebeuren, hè, wat ja, jullie beiden eigenlijk bij die droommens gaat brengen. Iemand die een lang leven al heeft geleid. Dus een heel leven heeft opgebouwd. Hè. Ik zie bijvoorbeeld een lange relatie. Ik zie zeker één kind, maar ik denk meer. En eigenlijk een goede relatie met met al die personen, hè? Dus die ex-partner, die kinderen. Dus ze zijn allemaal goed met elkaar in contact, mooie connectie. En ja, waar het eigenlijk een beetje op lijkt, voor mij als ik het zo zie, hè, is iemand die zegt van ja, mijn leven is nu al de hele tijd hetzelfde en ja, is er niet meer in het leven dan dit, dan alleen maar dit. Daardoor nu dus die transformatie in is gegaan en dus die naar die andere dingen op zoek is, hè. En dan ja, kom je bij jullie connectie eigenlijk terecht, want dat is een hele bijzondere en die doet dat vuur ontbranden eigenlijk, hè. Zoiets als dit heeft jouw soulmate nog nooit gevoeld en heeft eigenlijk langere tijd een beetje zo gedacht van nou, wat is dit nou en hoe kan dit nou en ja, moet ik daar iets mee doen of ja, wil ik dat wel? En ja, nu blijkt dus dat dat zeker gewenst is en dat het dus zeker ook de moeite waard is om dat dus nader te onderzoeken, hè, en om daar dus op voor te borduren eigenlijk om te gaan kijken waar het naartoe gaat. Dus ik zie die aandrijvingskracht die er is en die eigenlijk heel sterk is, die aantrekkingskracht. Die steeds sterker wordt, lijkt het wel. Ook al zijn jullie niet
met elkaar in contact, dan wordt het sterker. En al zijn jullie wel met elkaar in contact, dan wordt het ook sterker. Het is alleen maar aan het groeien. En hier zien we dan die hele mooie vereniging tussen die twee soulmates, bekers 2, met kracht bij die ster. Dus dit is wat jullie beiden willen. Jullie willen beiden dat samenkomen van die twee soulmates. Dus dat is een hele mooie, mooie uitkomst eigenlijk die we hier zien. Oké. Ja, als je eens voor jou persoonlijk wilt kijken waar dit naartoe gaat. Je kunt een persoonlijke reading aanvragen via mijn website. De link vind je in de beschrijving van de video. En anders zie ik je de volgende keer weer. Oké.